U bent niet terug bij het wat, de film. Maar u bent terug aan boord van Coaster Juno. Wat een waddengeluid langzamerhand de overhand beginnen te krijgen. Is dit Longboat Brave? Twee coasters liggen altijd in anker. Het water komt namelijk heel erg langzaam vanavond. Juno ligt, laten we zeggen, hoog en droog. En het is nog, ik denk anderhalf uur voor hoog water. Maar het ziet er toch niet naar uit dat er vanavond nog iets gedaan wordt. Anders dan afwassen. Verteren. En wellicht nog wat laden en lossen. Maar je weet het nooit, het kan opeens hard binnenlopen, maar het ziet er niet naar uit. Oh ja, dat maakt verder niet uit, morgen is weer een dag. En het gesnater van de gevelende vrienden, dat is wel gewoon een prettige bijkomstigheid als je op deze locaties ligt. Helaas is de scherpte laat wat te wensen over. Maar uw reporter zal u vertellen dat daar Brave ter hoogte van Riddle of the Sands even een praatje aan het maken is. Achter de Coaster Paper. En daar nog iets wat ik niet kan duiden. Het lijkt een terras, maar dat is vaag. Brave laat er niet bij zitten en zet de aanval op de droogte in. Het is namelijk prettig om een beetje onder de wal te kruipen vanavond. Want er wordt toch een noord-noordoost 7 voorspeld op deze contraille. Dus een beetje lijf van het eiland zou geen kwaad kunnen. Daarvoor is aan boord van Coaster Juno gezorgd, want zoals u ziet, er is nog een behoorlijke klein laag te overbruggen voordat de slenk hier vol gaat lopen. Dit is de slenk. Ja, daar staat wel water, maar er is altijd een drempeltje voor. En als je die niet genomen hebt, dan dan blijf je in de slenk. Of net iets ten oosten daarvan. Op een heel droog plekje. Nou ja, niet getreurd. Aan boord van Coaster Juno wordt met volle teugen genoten. Voornamelijk van de aalscholvers. Nee, niet de aalscholvers. De scholexers. Brave is nu ook voor anker gegaan. Dit was Coaster Juno. Vanuit de zuidkant van Schiermonnikoog. De Kobberslenk. Dit was Coaster Juno. Coaster Juno.